Dit is het verkeersjournaal voor de regio Haaglanden van dinsdag 22 juli. We beginnen vandaag met werkzaamheden in Den Haag. Er wordt op veel plekken in Den Haag gewerkt. Zo wordt er geïnvesteerd in een goed rioolsysteem, maar ook in goede wegen en bruggen. En om het wegdek veilig te houden voor de gebruikers, wordt er op veel plekken opnieuw geasfalteerd. Al enige tijd wordt er in de omgeving van de Vreeswijkstraat gewerkt. En sinds gisteren wordt het plein en de Vreeswijkstraat geasfalteerd. En daardoor is er geen doorgang mogelijk voor het autoverkeer. En u kunt omrijden via de Driebergenstraat, de Eskamplaan en de De La Rijweg. Eind van de week dan moeten de werkzaamheden klaar zijn. En volgende week wordt een ander deel van de straat dan aangepakt. Ja, en dan nog meer werkzaamheden in Den Haag. Sinds maandag wordt op de Groen van Prinsterenlaan gewerkt. De rotonde ter hoogte van de Alberda straat wordt heringericht. Fietsers en bussen die kunnen langs de werkzaamheden blijven rijden, maar autoverkeer moet omrijden. En dat kan in beide richtingen, via de Laan van Meerdervoort, de Toorbekkenlaan en de Oude Haagweg. En de werkzaamheden daar die duren tot half augustus. In Rijswijk wordt aan de waterleiding gewerkt. Sinds vorige week wordt in de parallelweg van de Haagweg de waterleiding vervangen. En de werkzaamheden die vinden plaats op de, op de stoep uh, en de rijbaan tussen de Kaan van Neklaan en de Bilderdijklaan. En dat deel van de straat is daarom ook afgesloten en verkeer wordt lokaal omgeleid. Let u daarom op de gele borden voor de juiste omleiding. En de werkzaamheden aan de waterleiding die duren tot begin augustus. Wilt u meer informatie of meedoen aan de prijsvraag Ratenstraat, kijk dan op onze website. Dat is omroepwest.nl. Dit was het. Heel graag tot morgen bij een nieuwe uitzending. Dag.